Maar wat, je vraagt je toch, je zit iedere keer naar het elftal te kijken en je vraagt je toch af waarom Southgate iedere keer vasthoudt aan hetzelfde elftal. Ik weet het wel. En vooral ook zo lang vasthoudt aan hetzelfde elftal. Ja, uiteindelijk is dit is een ongeluk wat je voor je ogen ziet gebeuren. Dit gaat natuurlijk een keer verkeerd. En er wordt niet gewisseld zolang. Jij zegt dat je denkt te weten waarom je elke keer voor hetzelfde elftal kiest? Ja, ik denk dat hij bezig is met spelers tevreden houden. Pappen en nat houden, dat is wat hij doet. Niet durven ingrijpen, want dan ontstaat er onrust in je selectie. Dat doen heel veel trainers. Die vinden dat moeilijk en ingewikkeld. Dan ga je ervan uit dat hij dat elftal nog bij zich heeft. Maar ik vond het heel opvallend. Commentator stipte dat ook terecht aan. In de 70ste minuut, toen ze achter stonden. Was er even een soort van drinkpauze? Blessurebehandeling, drinkpauze. Elftal naar de zijkant. Niets. Geen enkele interactie tussen trainer en spelersgroep. Spelers onderling niet. Ik zat eraan te kijken. Denk, ja. Ook al omdat de commentator zei, dan ga je er extra op letten. Dat is heel raar wat daar gebeurde. Er was niets van overleg of hoe gaan we het nou aanpakken. Of een scheldpartij of wat je normaal gesproken wel ziet in dat soort situaties. Helemaal niks. Hans, jij bent natuurlijk trainer geweest. Hoe heb jij zitten kijken naar Southgate, naar de verbinding met het elftal? Ja, ik durf het woord bijna niet te gebruiken. Maar ik zeg tegen mijn vrouw de eerste helft, dit is een soort walking voetbal. En ik kijk veel Engels voetbal. Ik ben zo'n ongelooflijk grote fan van Stones bij Manchester City. Want die centrale verdediger, die houterige centrale verdediger zoals die nu weer houterig is, dat is een hele mooie middenvelder. Bij tijd en wijle gebruikte Guardiola hem als controlerende, voetballende eerste aanspeelpunt. Dus ik had zoveel van hem verwacht. Maar Stones en Gueye, Erik ten Hag had het al gezegd, die kan er niet heel veel van. Die spelen alle ballen naar elkaar. Of aan Pickford. Maar zou je hem niet eerder aan Bellingham geven? En aan Foden en aan Saka? Of een keer een chipballetje op Kane die hem vasthoudt? Nee hoor. Onze meest neurotische keeper van het westelijk halfrond, die krijgt alle ballen van zijn centrale verdedigers. En de vier voorwaartse, die jullie ook zeer waarderen, die krijgen de bal nooit. Nee. Ze staan super vrij, hè? Bellingham, die keeper, Foden, die staan heel erg vrij tussen de linies. Die keeper, die is niet goed, hoor. Nee, die is niet goed. Die Pickford. Nee. Die is echt de circulaire neurotisch. Neurotisch is nog een vrij milde uitdrukking. Die is niet goed bezocht. Maar ik hou wel van een speler in ieder geval. Ik vind hem ook heel nerveus. Ik zou niet heel prettig vinden, zo'n keeper in mijn rug. Maar het is wel de enige die zich nog een beetje druk maakt bij Engeland. Ja, maar hij maakt ze wel heel druk. Ja, maakt ze druk voor de rest van het team, ja. Wat je zegt net, langs de lijn, in die 70ste minuut. Niemand die... Maar de manier waarop hij zich druk maakt, voegt natuurlijk niks toe aan een beter resultaat. Maar misschien dat hij wel... Als een maloot tekeer te gaan op de grond te meppen, op de bal te slaan. Ze centrale verdedigers uit te kafferen als ze iets verkeerd doen. Die Pickford lijkt een beetje op mijn eerste vrouw. Die kijkt niet vanavond, begrijp ik. Nee, die zit in Engels. Dat is Engels. Die zit in Engels. Ja, dat kan nee, die lijkt een beetje op mijn eerste vrouw. Want die dacht ook dat ze vijf dingen tegelijk komt. Hij doet vijf dingen tegelijk. Wel. Hij controleert een bal, hij peert hem weg, hij glijdt uit. Hij zegt, terwijl hij die bal een hengst geeft, zegt hij tegen Stones waar hij moet lopen en waar Kane moet heen. Hans, ik begrijp dat een vrouw ook neurotisch wordt van jou. Hè? En dat heeft die Pickford bij die verdediging voor hem. Hè? Wie wordt neurotisch van mij? Ja, je eerste vrouw. Die ging zich ook een beetje druk maken over veel zaken. Maar goed. Maar ik ken jou wel. Vindt het even, was het nou een soort Southgate masterclass dat hij zo lang wacht en dat het allemaal nog goed komt? Of gebeurt dit één keer en een volgende ronde is het... Ik zit ernaar te kijken en denk, wat wil die man nou? Je ziet een soort treinongeluk voor je ogen gebeuren. Het loopt de rails uit en hij doet niks. Weet je, in de rust komt gewoon weer hetzelfde elftal naar buiten. Dit elftal scheelt om een revolutie. Er moeten gewoon 3-4 spelers moeten daar vervangen worden. Op een andere positie worden neergezet. Er moet iets gebeuren. En dat zijn? Want op deze manier gaan ze eruit tegen Zwitserland. Ja. Maar ik geef vast het voorzetje om te beginnen. Die Palmer voor Saka. Ja. Dat schiet al op. Ja, die Saka stond nu weer als linker wingback op een gegeven moment in de tweede. Die stond wingback. Hij gebruikt in één wedstrijd ook nog vier verschillende linker verdedigers. Ja, blijf maar doorwisselen. Maar dat komt, hij heeft geen linksback meegenomen, want hij heeft Shaw mee, maar die is niet fit. Die is niet fit. Dus, en dan moet hij gaan doorschakelen. Okay, dus ik heb al Saka eruit. Ja. En dan? Ah ja, van Kees moet Bellingham eruit. Bellingham eruit. Kees. Dat is dus, weer... Een... Bellingham nee, Kees. Naar andere plek. Ja, maar kijk, wat mijn punt dat ik echt wilde maken is... Ja, nou. En dat is, je moet een beetje...
soms zeg ik iets om even wat een discussie op gang te brengen. Maar Bellingham, nee, maar het is meer van wat je net zegt. Dan moet daar wel wat gebeuren. En of je dan Bellingham eruit haalt, of je haalt Foden eruit, of je haalt Declan Rice eruit. Maar er moet wel iets gebeuren, zodat dat middenveld een beetje gaat functioneren. Ja. Want dat, en wat ik, waar ik me ook, nou ja, ik irriteer me niet, maar ik, wat ik wel gek vind om te zien, ook met Bellingham bijvoorbeeld. En daarom zou ik als trainer ingrijpen op zulke momenten. Bellingham gaat, moet op 10 spelen en na een kwartier gaat hij gewoon al de ballen halen bij zijn centrale verdedigers. Een normale trainer, als die de instructie geeft, je speelt op 10 vandaag, wordt helemaal gek. Dat doe je niet. Ja. Want daardoor werd het veld nog kleiner, terwijl die ruimte lag tussen de middenvelders van Slowakije en de verdediging. Daar lag de ruimte, daar moest hij gaan voetballen. Ja. Daar voetbalt hij niet. Nee. Nou, dat, vind ik reden om in ieder geval in te grijpen en te zeggen, kijk, dat doe je één keer, nog even terugzakken en dan is het klaar, dan ga je weer tussen de linies voetballen. Ja, en zo zie je best wel nog wat spelers bij Engeland volgens mij hun eigen wedstrijd spelen. Maar hij vertrouwt nog steeds op individuele klassen dat die een wedstrijdvorm gaan beslissen. Maar als je zo statisch speelt zoals Engeland speelt, dan komen ook die spelers van die buitencategorie komen continu in de situatie terecht. Dat ze vanuit stilstand aan actie moeten beginnen, terwijl de tegenstander volledig georganiseerd staat. Ja, als je dat afzet tegen Spanje, ja. Die buitenspelers hebben nog ongetwijfeld nog wat meer klassen, maar die komen ook in situaties terecht dat het elftal al door het hoge baltempo half uit elkaar gespeeld is. Ja, dan is het lekker om een 1-1 op te zoeken. Ja. Foden en Saka aan de andere kant komen nooit in zo'n situatie terecht. Elftal staat altijd volledig vast en georganiseerd de tegenstander. Ja. Nou, nog even het allerlaatste over onder andere Bellingham. Op welk niveau je ook traint, als je centrale verdediger de bal van de keeper krijgt. En die kregen ze gewoon continu zonder onder druk te staan. Dan krijgt de rechter centrale verdediger de bal, Stones. Dan gaat Bellingham uit de beweging. Die sprint een keer. Saka uit de beweging. Kane uit de beweging. Die willen allemaal wel sprinten en die lopen ook vrij. Krijgen hem niet. Dan spelen ze hem breed. Willen ze nog één keer willen ze uit de beweging spelen. En dan gaat hij nog een keer breed. En dan is het, zoek het maar uit. Zoek het maar uit. En dan sta je shocking klem in de dekking. Ja, overigens, dat is Engeland. Dat,